L E double A R A double A double A A double L A A A erin. Dagelijks HD. Kijk deze man, hij is gewoon aan het pitten. Die stem van Manu ook. Over Congolo gesproken. Hebben jullie bijnamen? Young Tets en Janga. Young Tets en Janga. Maar... jouw bijnaam is toch Lippen? Maar je bijnaam is ook Lippen. Jouw bijnaam is Lippen. Weet jij eigenlijk wat de bijnaam is van Congolo, hey baas? Eventjes kijken. Kijk maar eventjes, ja. Oh. Nee, dat weet ik niet, dat weet ik echt niet. Weet je wel bij welke club ze spelen? Feyenoord. Vraag me niet waarom, maar... Nee, je hebt het goed. Maar oké, ik zet Dost er weer in voor. Huntelaar. En iedereen is gewoon helemaal naar de klote. Check die... fitness. Slaan nergens op. Zelfs Ron Jans is moe. Ja. De oplossing is daar. Maar ik heb geen oplossing voor Vlaar, dus gebruik ik maar Kuit in de verdediging, want ja, hij speelt overal waar hij wil. En we doen een nieuwe aankoop in deze aflevering. Bring it up for them. Beat. Die enige echte disco. Beat. De disco beat. Sorry, Krul. Wat was jij een held op het WK? Ik heb niet alleen de bas nodig. Maar ook de... Beat. Nu hebben we de beat en de bas in het team. Bam. Dat moet goed komen. Maar we doen nog een aankoop. Ik koop... Wijnaldum. Ik heb hem al eerder gekocht, ja. Toch? Leuk, hè? Dat wordt heel mooi. Wat heel mooi, ja. Aan welke verstandelijke beperking leidt die gozer eigenlijk, baas? Man. Wat zeg je nou? Man. Niet zo schel de bas. Okay. Dan is dit mijn team. Dan zet ik Wijnaldum erin. En dan doen we de laatste aankoop. Je hebt hem al voorbij zien komen in deze aflevering. Hij ligt niet meer te Elvis Manu. Hij komt erin, dus hebben we nu de beat, de bas en het beast. En ook nog L-E-R-R-A. Op C-A-N, dat slaat nergens op. Want toen ik keek naar de stand, ik had nog 2 wedstrijden. Die moest ik winnen om de titel te pakken. Of om in ieder geval te promoveren, dacht ik. Nee. Geen Kuit, maar Van Dijk. En Anita is gewoon die kleine boy, ik zet gewoon L-E-R-R-A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 
dat lijkt me ook erg leuk. Ik kijk ernaar. Oké, komt ie, hè? Ongelooflijk, dit niveau. Dan vond ik toch mijn radiodebuut beter, hoor. Ik voel me sexy als Ronjan. Was het zo slecht, Bas? Niet zo huilen, joh. Oké, de eerste wedstrijd is daar. We zitten hier in de 38e minuut. Een lange bal, Bas kan er niet bij. Hij tikt op zijn kipper. Wat doe je? Scheelde niet veel. Tweede minuut is in de 43e minuut. Bas de man voorbij haalt uit. Oh, dat scheelde niet veel. Is dit live? Nee, ja, ik schreeuw heel hard alsof het nu net voor mijn neus aan het gebeuren is. Maar eigenlijk is het gewoon allemaal achteraf ingesproken. Ja, dan ga je knippen. Dat is wel jammer. Je wilt toch wel dat ik knip in mijn video's? Ja. Beat. 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 Maar met Disco Piet. Disco Piet, is dat een zwarte Piet? Maar met Disco Piet. De Disco Piet. Disco Piet. Disco Piet. En Bas. De Disco Bas. Laat onze trainer Ron Jans toch wel die jazz moves aan de zijkant zien, hoor. Bas. De volgende kans is in de 7. Het boeit helemaal niet welke minuut het is. Waarom zeg ik het? Van Persie is door. Bas. Bas. You know I'm all about the bus, about the bus. Ach ja, het gaat ook altijd gelijk misten. Nou, ook. En dan scoort hij. Hoe mis je die? Ze zeggen dat ik X-benen heb, maar dat is helemaal niet zo, hoor. Serieus, wie loopt zo? Ja, dan scoort hij de 1-1, zo heel random, zijn eerste schot. Zo kut. Maar Bas is vastberaden om de wedstrijd nog te beslissen. Hier is die 1, 2 man voorbij. Dit is een open kant. Open kant! Ja, dat is om te janken, hè. En dan moet het ook gewoon zo zijn dat je dan de eerste beste lompe voorzitter van KO tegenkrijgt. En vervolgens zie je een shot dat de 10 mannen een goede tijden met elkaar hebben. En dan verlies je 2-1. Maar dat betekent wel handhaving. Poh. Dat is een mooi bekkie. Dan zet ik Schneider erin in plaats van Van der Vaart. Altijd net iets beter. En omdat Kuyt eruit te halen in de verdediging geen enkele zin heb gehad voor het resultaat, zet ik hem nu er wel weer in voor Martin Zindy. En Memphis is dat wissel, hè? Ja, dat klopt. Zeg je juist. Weet je hoe dat komt? Nee. Dit is het volgende potje. En check dit begin, hè. Hij kapt 1 keer met Ramos. Zoekt hij naar die voorzet. Check het, hè.
Piet! Hallo! Mooie oma, maar wat een poeplunde! En dan de tweede goal, die ligt er ook binnen no time in. Maar gelukkig hebben wij Wesley Sneijder, die gaat hier één mannetje voorbij en dan is de hoek open. Boom! 2-1, let's go! Terugkomen in deze wedstrijd is heel goed mogelijk als Sneijder hier weer de bal heeft en hij is op fire deze wedstrijd. Die gaat hier twee man voorbij, ligt er kort de hoek open. Ja. Op jacht naar de 3-2 gaat deze pas fout weg. Die verkeerd weg. Bas neemt de bal aan en schiet. Oh, het is je boy Bas. Ziekse celebrations, man. Hoe komt eraan? Hij is gewoon aan het pitten. Maar ligt hij te tukken, ja. Hey Bas, ja, je bent dik. Eens. Nou ja, voor een pensie gaat nog even zijn schietkunsten laten zien. Hij is een van de betere Nederlandse spelers, want je ziet het nu. Latje tik, David, toch? Of moest hij er in het doel? Ja, zeg dat dan. Dat was wel heel oké, okay, hoor. Ondanks dat je het goed deed, Kuit, word je gewisseld voor Vlaar. En ook Manu gaat er weer uit voor de paai. Dit is een volgende tegenstander. Hij heeft Ronald Koeman. Zie dat vieze hoofdje. Hij trekt er echt zo'n vieze gezicht. Check ook deze vieze foto. Vies. Waarom zet hij linksback eigenlijk hier? En hier gaat die malle Piet weer helemaal blunderen, ouwe. Een eigen doelpunt. Maar een geniale steekbal op Van Persie is daar. En er is helemaal vrij. En deze mist deze man nooit. En Van der Wiel loopt de 16 in. En penalty. Foto maken. Je hebt echt geen idee wat je aan het doen bent met die camera, hè? Bas, welke dag is het vandaag? Kom op, je kan het. Die weet ik echt niet. Kom op. Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Die man maakt hem. Oh ja, maakt gelijk wel 2-2. Dan weer een fantastische dieterbal af Robin Thumpe. En die scoort. En dan gaan we lekker scoren ook. Hier is een bal op Sneijder. Hij maakt binnen no time nog wel de 4-3. Dus dan is het weer een spannende wedstrijd. Maar hij gaat zichzelf killen door de bal hier in de voeten van Bastos te spelen. En die gaat deze kans natuurlijk niet missen om de keeper heen. En deze gaat hij niet missen. En om deze aflevering fantastisch af te sluiten, deze Ivan Persie. En die loopt hem er even overheen. Tew it in! Rage quit. Bas is man of the match. My man, Bas. En ik win het potje. En dan is dit het einde van de aflevering. Kan je een blauw duimpje achterlaten? Die is niet zo janken houden. Ga je een blauw duimpje achterlaten? Geen idee. Weet je toch wel? Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Dan weet niemand het ook. Doei. Ron Jans vindt... Prima. Eens. Ron Jans kopt graag een kokosnoot. Eens. En als laatste de vraag. Kan jij goed dansen? Eens. Oh, laat maar zien dan. Goed.